ongelofelijke domper is dit? Of word ik het niet goed? Ja, inderdaad. Ik ben ongelooflijk kwaad nu deze keer. Ja. Op de ploeg. 87e minuut hiervoor staat, terwijl er eigenlijk niks aan de hand is. Tegen een ploeg speelt die alleen maar opportunistisch speelt, lange ballen speelt en het van corners en vrije trap moet hebben. Dan vliegen er weer twee ballen van 30 meter in. Ja, daar word ik echt pislink op. Sorry, ik zit nog vol in de adrenaline, maar dit is even nodig. Heb je ook tegen ze gezegd net? Ja. Als je zo de goals weg blijft geven terwijl er niks aan de hand is. In de tweede helft, ik vond dat we de eerste helft prima speelden. We hebben in de tweede helft hebben alles gedaan volgens plan. Je komt met 1-0 voor. En dan moet je hem over de streep trekken als je geen 2-0 kan maken. En daar verwijt ik de spelers en mezelf dan ook. Want uiteindelijk ben ik verantwoordelijk. Maar dit mag je niet weggeven, klaar. Nee, wij telden hem ook al. Want alles leek erop dat wij die overwinning gingen binnenslepen natuurlijk. Ja, volgens mij is het ook de eerste keer dat ik echt boos ben sinds ik trainer bij Den Bosch ben. Want dit moet er gewoon uit. Want anders blijf je wedstrijden verliezen. En dat kan gewoon niet. Dan doe je jezelf tekort. Je zegt het zelf, het zijn natuurlijk van die afstandsschoten. Wat kun je dan echt daadwerkelijk verwijten dat ze dat schot mogen lanceren vanaf die afstand? Je haalt de problemen gewoon in huis. Je moet wat meer pressen erop. En ik snap wel dat je het klein maakt. Die eerste bal vliegt in de kruising. Maar gaat het niet om. Je mag het niet weggeven. Klaar. Ik ga wel terugkijken hoe het allemaal gebeurt. Maar je mag het niet weggeven. Ja, wat zeggen de jongens dan? Ja, die zijn denk ik stil, hè, in die kleedkamer. Nee, niks. Nee, half elf in de bus en zo snel als mogelijk naar huis.